Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag ga ik jullie een smoothie challenge laten zien. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Daarom ben ik hier vandaag met Joey en Julian. Hoi. Hoi. We hebben even wat ingrediënten gehaald. En Julian gaat ons zo meteen wat vragen stellen. Daarin nemen Joey en ik het tegen elkaar op. Degene die het antwoord goed heeft, die krijgt een lekker ingrediënt. Een banaan. Degene die het slecht heeft, mag het met de cola doen. Enjoy. Wat is de volledige naam van Beyoncé's kind? Schrijf het op. Ook niet. Wat is de achternaam? Ja, ik laat je dan niks zeggen. Amber heeft staan Blue Ivy Knowles. The answer is Blue Ivy Carter. Slecht ingrediënt voor beide van jullie. Oh, jij krijgt van mij donker. Oh, wacht, ik word zacht. Vraag 2. Op de wereldwijde web gaat er een filmpje rond. Catch me outside, how about that girl? Maar de vraag is nu, hoe oud was zij tijdens dat filmpje? Joey heeft staan 13 jaar. Amber heeft staan 16 jaar. Oh. Het antwoord was 13 jaar. Joey heeft het goed. Waarom heb ik dit gekocht? Oké, dus Amber heeft staan 45 en jij hebt staan B. Jullie hebben beide het antwoord fout. Het is 70 jaar. We zijn 70? Hè? Donald Trump is 70 jaar. Oh, ik ben heel snel die van jou. Heel nasty. Oh, wat geurig. Wat zijn de twee belangrijkste ingrediënten van een mimosa? Joey heeft sinaasappelsap plus champagne. Amber heeft chiderans plus champagne. Jullie hebben het beide goed. Hey! Yes! Oh, ik kot gewoon nu al. Ik heb het echt met je te doen. Dit is disgusting. Wat voor beroep had de spinazieliefhebber Popeye? Okay. Eén van jullie heeft het goed. Joey heeft mijnwerker met een vraagteken. Amber heeft zeeman. We doen voor jou een fijn smoothie en we doen voor jou dit. Yes! Vraag. Oh. 6. Welk dier deed mee aan de presidentschappen van Amerika dit jaar en wat was zijn naam? Pak maar gewoon iets smerigs, ik weet het echt niet. Ja. Het antwoord is Harambe, jongens. Augurken! Oh. Er gaan augurken in jullie smoothies. Nee. Lekker. Wat is de afkorting van de V&D? Thank God, ze schrijven beide gelijk. Volgens mij is het iets van Hollandse eenheidsprijsmaatschappij Amsterdam, toch? Hey, my jokes. Ik moet het wel inderdaad rekenen als hoe het is. En Amber heeft het goed. Het is Vroom en Dreesman en niet Vreeman en Dreesman. Weet je wat je mag kiezen van mij? Wat is de hoofdstad van Turkije? Joey had Ankara. En ook Amber had Ankara. Oh, en ding, 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 jullie doen het bijna goed. Oh. Yay! Oh. Jullie krijgen beide frambozen van mij. Ja! Yeah. Volgende vraag. Ja. Jullie mogen er met 10.000 naast zitten. Hoeveel studenten heeft de Hogeschool van Amsterdam? Joey heeft 100.000. Amber heeft 49.000. Congratulations, Amber. Dan wordt het 47.000. Je zit het meest dichterbij. Dat betekent dat jij een lekker iets krijgt en jij krijgt inderdaad iets vies. Dus mag ik lekker veel pakken? Doe wat jij wil. Was dat de laatste vraag? Oké. Okay. Blending time. Even kijken, dit is mijn beker. Super lekker. En Joey heeft die van haar al erop zitten, dus we gaan hem nu hierop zetten. Je doet hem er denk ik. Ik heb hem zo. Oh, dan ga je dichtgedraaid. Denk het. En dan doe je hem in die dingetjes. En dan kan ik duwen. Ah! Nou, dan gaan we die er. Oeh, godverdomme. Ik wil wachten tegelijk met je ruiken. Opnieuw. Oké. Okay. Cheers. Oh nee. Niet doen. Echt niet doen. Oh my god. Ik ga er echt geen nog een slokje van nemen. Nee. Echt niet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze smoothie challenge te bekijken. Verder vroeg ik me af, wat is nou jullie lievelingsingrediënt voor in de smoothie? Als je dit filmpje leuk vond, kan je hier nog heel even kijken naar het filmpje van zaterdag. En hier kan je het filmpje zien waarin ik me voorstel. Abonneer hier nog eventjes op ons kanaal. Tot de volgende keer. Doeg! Maakt iemand nog een foto? Ja, zo meteen. Waarom lig ik dan nog steeds onder deze tafel?